Hi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. We beginnen vandaag anders en dat gaan jullie nu zien. Ik ben heel benieuwd hoe jullie onze nieuwe intro vinden. We gaan ook vanaf vandaag dagvloggen. Dus elke dag een vlog. We hebben er echt heel veel zin in om dat te doen. Ik ben nu klaar om op vakantie te gaan. We gaan zo de auto in. Ik heb net even me aangekleed. Ik heb deze trui aan van Benetton. Daaronder heb ik een t-shirt zitten. Want ik vind het in de auto wel handig. Als je aan en uit kan doen, makkelijk. Deze spijkerbroek en mijn simpele zwarte laarsjes. Die rijden zo lekker. En dan gaan we de laatste spullen naar de auto brengen. En dan gaan we weg. Daar zijn je mooie oogjes. Hi. Weet je wat we gaan doen? Ja, waar gaan we naartoe? Oh, hi liefie. Niet weer verder gaan slapen, hè? We gaan de auto in. Daar mag je zelf heel veel slapen. Thank you.
heerlijk gearriveerd. Dit is ons uitzicht. En het leuke is, hier is dus het terras. Daar zit nog een tafel, maar die staat op de kant. Daarachter is gelijk onze slaapkamer. Die laat ik zo doen, want ik wil even een kleine roomtour. Hier gaan we naar binnen. Hier hebben we een woongedeelte. Leuk vertrek, ik vind die vertrek echt leuk. Ik hou er heel erg van. En een grote bank. Woep, even snel draai. Eén tafel ook met zicht op het kamermeer. Dan de keuken met een bar. En de keuken is best wel heel ruim. Alles zit erin, ook vaatwasser, noem het maar op. En dan hebben we hier de gang. Hier ook een grote spiegel. Maar ik vind dat zo leuk als ik zo langs loop. Hier ook een spiegel, dat vind ik echt ideaal. Dan onze slaapkamer. Ja, die is echt heel erg ruim. Nou, een vrij kleine kledingkast. Maar alles zit erin, dus dat is prima. Tas heb ik hier even gezet, want ik vind dat er wel vrij weinig ruimte in de kast zit. Schoon hebben we dan daar. En dan hebben we hier die openslaande deuren. Dus vanuit ons bed hier is dit. Kijk, dit zien wij dus vanuit bed. Hoe lekker is dat wakker worden. En dan hebben we verderop hier ook een kamertje. Drie is wel zellig. En zij is heel druk bezig de poppen een plekje te geven. Dat zijn de kinderen natuurlijk. En zij heeft ook een tweepersoonsbed en hier een kast. En daar tegenover hebben we een grote badkamer. De tegeltjes op de muur, heel leuk. Ik hou daar echt heel erg van. Nou, ook alles erop en eraan. Ik heb het allemaal neergezet, maar ik had nog even geen zin om het verder uit te pakken. Want het is al best laat en we hebben honger. Wasbak en alles. En dan hebben we hier nog een kamer. Met deze kamer hebben we gewoon voor de koffers neergezet, want die gebruiken we niet. Dus. En hier staat ook verder allemaal dingen die we kunnen gebruiken en nog een extra bed. Dus het is best wel heel groot. Het is groter dan wat ik dacht. Ik ga me even omkleden en dan gaan we zo lekker eten. Zo mooi. En ik heb me snel klaargemaakt. Ik heb deze jurk aan. Die is van Selected Fem. Die heb ik ook in de shoplog laten zien. Als het goed is. Ja, klopt. Met een steekzak. En deze zwarte UMS. Die zijn van June. Ook uit de shoplog. Sarah had het hele leuke idee dat we de eerste avond chic uit eten zouden gaan. Dus die had van Marco ook een overhemd ingepakt. Zelf heeft ze dit aan. Laat zien je eigen styling. We zijn dus nu naar het dorpje aan het lopen en het is leuk, we lopen langs het meer, maar kijk, het ziet er zo leuk uit. Kijk. Dus we gaan even wandelen en een restaurantje zoeken. We hebben echt een super mooi restaurantje gevonden, La Terrazza, volgens mij. Terrazza. En we hebben iets besteld en zo honger. Ik zal heel snel eten laten zien hoe het eruit ziet, het is echt heel mooi. Maar dat is ook aan, man. Sarah heeft de gnocchi. Ik heb kippenborst met rozemarijn aardappeltjes. En Marco heeft de mosselen. En we hebben extra patatjes. Ik hou ook van patatjes en brood erbij. Sarah ligt lekker te slapen. Dus wij nog even met een theetje op de bank Netflix kijken. En daarna lekker naar bed. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En laat natuurlijk een duimpje achter. En dan zie ik je morgen. Doei!